Goedemiddag, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen in de wijde omtrek van Nederland is het onbewolkt weer. Sterker nog, zit je ergens in Nederland en wil je naar een plekje met bewolking rijden, dan zul je toch tenminste een kleine duizend kilometer moeten rijden. De dichtstbijzijnde bewolking zit in het midden van Frankrijk en boven het zuiden van Schotland en het noorden van Engeland. Die bewolking die blijft voorlopig nog wel uit onze buurt. Want als ik de boel in beweging zet, dan is te zien dat de bewolking nauwelijks dichterbij kruipt. Ook in de modelanimatie komt dat goed naar voren. Maar er komt langzaamaan een verandering. En het hoge drukgebied dat bij ons voor helder weer heeft gezocht, dat trekt weg. En het lage drukgebied komt dichterbij. Dinsdag, dan is het nog volop zonnig weer. Maar vanaf woensdag, dan komen wat wolkjes dichterbij. En neemt ook later op de dag de kans op een enkele verdwaalde bui toe. Maar tot die tijd dus helder weer. Want vanavond dan is het op veel plaatsen helder, blijft lang warm en de wind neemt in kracht af. Dat betekent dat het toch ideaal weer is voor bijvoorbeeld een barbecue'tje. Om eens een, of om bijvoorbeeld eens een lekker avondje te gaan vissen, of hardlopen buiten natuurlijk. Vannacht koelt het dan uiteindelijk nog wel een stukje af. Maar het koude dan ongeveer 10 tot 12 graden wordt het niet. En ook morgen is het net als vandaag een stralend zonnig weer. De temperatuur op de meeste plaatsen 24 tot 28 graden. Op de Waddeneilanden is het een graadje koeler en in het binnenland kan het plaatselijk zelfs 29 graden worden. Daarbij een meest matige wind uit het zuidoosten. En in de tweede helft van de middag kan met name aan de zuidwestkust toch een zeewindje opsteken, waardoor het ook op die plaatsen een aantal graden afkoelt. Dan de komende dagen. We zien voor het eerst weer wat wolkjes op de weerkaarten verschijnen. Woensdag is het dan nog op veel plaatsen, met name in het binnenland, zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden. In de kustprovincies wordt het dan geleidelijk wat minder warm als een westenwind op begint te steken. Misschien dat in de avond dan een enkele verdwaalde bui valt. Maar donderdag, en dan vallen er meer buien. Een storing trekt van west naar oost over het land en achter die storing stroomt direct koelere lucht binnen. Dus veel warmer dan 14 tot 16 graden wordt het die dag niet. Vrijdag profiteren we opnieuw van een tijdelijk hoge drukgebied. Het blijft op de meeste plaatsen droog. We zien regelmatig de zon en de temperatuur weet weer een paar graden te winnen ten opzichte van de dinsdag. Maar alsnog doen we een flinke stap terug in vergelijking met de afgelopen periode. Als ik de er pluim erbij pak dan is te zien dat het dus de eerste twee dagen nog echt ronduit warm weer is. Een grote dagelijkse gang, dus een groot verschil tussen minimum en maximum wat veel zonneschijn betekent. Vrijdag start dan fris met in de loop van de dag sterk oplopende temperatuur en een graad of 18 ook zaterdag kan het op een aantal plaatsen nog warm worden. Zondag is dan een wat koudere dag in de reeks en daarna zien we weer een geleidelijk oplopende trend. Of de toon weer wordt gezet naar een nieuwe periode met zomersweer, dat is nog erg onzeker. Maar zulke mooi weer als dat we de afgelopen periode hebben gehad, dat lijkt er voorlopig in elk geval nog niet in te zitten. Mijn naam is Wilfried Jansen voor Weerplaza.nl